Yo, mensen van DDV Community. Ik ben Delano en we gaan het vandaag natuurlijk weer hebben over LGBT. Omdat het natuurlijk weer, omdat het een thema is. En ik heb hier vragen voor me. Want heel veel mensen die kennen, die weten niet wat LGBT is. Nou ja, ik zal dat voor zeggen. LGBT betekent lesbi, gay, bi en transgender. Misschien raar, maar mensen die niet weten wat lesbi, homo of seks of noem dat shit maar op. Nou, dan, ik heb hier de vraag over. Op iedereenisanders.nl er staan vragen en antwoorden. Ik zal de antwoorden ook nog lezen. Waarom ben je bi? Waarom ben je homo, lesbisch of bi? Nou, er staat de vraag erbij. Antwoord bedoel ik. Even kijken. Het ontstaat waarschijnlijk in de baarmoeder. Een deel van de wetenschap is. Gaat ervan uit dat de hoeveelheid testosteron, een hormoon waaraan een ongeboren baby blootstaat, oké, dankjewel, wetenschap, mee bepaalt of die baby later homo, lesbisch of hetero wordt. Testosteron heeft invloed op je hersenen. Er ontstaan verschillen in de hersenen. Hersenen die mede je seksuele voorkeur bepalen. De wetenschapper die dit ontdekt heeft, heet Dick Swaap. Nee, Dick, je wordt bedankt. Kijk, Dick Swaap in zijn boek, waar wij zijn ons brein, vertelt hij over zijn ontdekking. Oké. Het is waarschijnlijk deels erfelijk. Dat betekent niet dat je ouders ook gay moeten zijn als je op iemand van hetzelfde geslacht valt. Slechts enkel eigenschappen zijn namelijk direct erfelijk, zoals bijvoorbeeld blauw ogen. Hey. Even kijken, waar stond ook weer hier. Het is meer dat het in de familie zit. Je opa was bijvoorbeeld erg muzikaal en je nichtjes is dat ook. Of je tante is linkshandig en je ook. Met homo en biseksualiteit is dat ook vaak zo. Je hebt bijvoorbeeld als homo, bi of lesbo ook een achterneefje, achternichtje, achteroom, achtertante of soms broer of zus die ook homo, lesbi of bi zijn. Maar dat weet je natuurlijk niet altijd. Veel homo's, bi's en lesbo's komen er niet voor uit. Dit is verschillende wetenschappers onderzocht. Neurowetenschapper Simon Levay legt dit verder uit in zijn boek Gay, Straight and the Reason Why. Oké. Nou, kan die weer dicht? Dat was dus, waarom ben je homo, lesbisch of bi? Oké, hoeveel homo's, lesbiennes en bi's zijn er? Zelfs ik weet het niet eens en ik ben bi. Dat is een kort stuk. Oké. Zo'n 18% van de vrouwen zegt ook seksueel aangetrokken zijn tot vrouwen. Van de mannen zegt 13% zich ook seksueel aangetrokken te voelen tot mannen. Zo'n 13% van de volwassenen heeft wel een homo of lesbische seks gehad. Zo'n 4% van de mannen noemt zich homo. En 3% van de mannen noemt zich bi. 3% van de vrouwen noemt zich lesbisch en 3% noemt zich bi. Okay. Stel je hebt een klas van 30 leerlingen. Gemiddeld betekent dit dat van die leerlingen ongeveer 3 meisjes ook vallen op meisjes en 2 ook vallen op jongens. 2 meisjes en 2 jongens een keer in hun leven homo of lesbische seks hebben. 1 jongen zich later homo of bi zal noemen en 1 meisje zich later lesbisch of bi noemt. Oké, dat was dus de beschrijving van hoeveel homo's, lesbiennes en bi zijn er. Hoeveel zijn het er wel, joh? Come on, man. Even kijken. Wat is seksuele voorkeur? Nou, mensen die dat niet weten, hier heb ik gelijk een heel lijstje voor, dus... hey, wordt een mooie video.
Seksuele voorkeur gaat over aantrekkingskracht tot wie voel jij je op een seksuele manier aangetrokken, op wie word je verliefd, is dat meestal een jongen of juist een meisje of allebei. Er zijn verschillende seksuele voorkeuren bekend, de bekendste zijn biseksueel, lesbiennes, homo, hetero, dat was het, okay. Dus bi, lesbi, homo en hetero. Nee. De beschrijving van biseksueel, nee. Mensen die dat niet weten, hier komt dit. Je valt op meisjes en op jongens, misschien wat meer op meisjes, misschien wat meer op jongens. Lesbisch, jij bent een meisje en je valt meestal op meisjes, meestal. Oké. Homo, jij bent een jongen en je valt meestal op jongens. Hetero, je bent een meisje en je valt meestal op jongens. Of je bent een jongen en je valt meestal op meisjes. Maar je hebt daarna ook, oh wacht. Dit was in een WhatsApp groep wat ik echt gewoon helemaal niet begreep. Panseksueel. Daar krijgen we dadelijk even een beschrijving over. Queer. En aseksueel. Zelfs dat weet ik niet eens, moet nagaan. Je valt op mensen ongeacht geslacht. Je bent als het ware genderblind. Je kunt ook op een persoon vallen die niet duidelijk een meisje of jongen is. Oké. Queer. Een verzamelnaam voor iedereen die de bestaande man of vrouw, homo, hetero, hokjes te beperken of niet vindt. Aseksueel. Je hebt weinig tot geen seksueel verlangen naar een ander persoon. Dat betekent niet dat je niet van iemand kan houden of verliefd kan worden. Dit verschilt van persoon tot persoon. Oké. Okay. Nou, dat panseksueel moet ik even goed in mijn hoofd hebben, want weet je wat? Ik ga het even opslaan. Zo. Kopie, ja. Oké, Eerst even deze omhoog. Zo. Omhoog, zei ik. Oké. Hoe vaak komt biseksueel voor? Biseksualiteit voor? Veel mensen zijn biseksueel, sterker nog. Er zijn zelfs meer biseksuelen dan homo's en lesbo's. Ook een deel van de hetero's heeft biseksuele gevoelens. Volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt in totaal 10% van de mannen, 1 op de 10. En 16 van de vrouwen, 1 à 2 vrouwen op de 10, zich aangetrokken te voelen tot zowel mannen als vrouwen. Oké. Okay. Dat wist ik dan niet. Wanneer kom je erachter dat je homo, bi of lesbisch bent? Een vaste leeftijd waarop iemand weet of hij of zij homo, bi of lesbisch is, bestaat niet. Klopt. De een weet al als een 6-jarige dat hij of zij homo of bi of lesbisch is. De ander ontdekt het pas op 40-jarige leeftijd. Ja, gelukkig heb ik het op mijn 13-jarige leeftijd achtergekomen, niet op mijn 40ste. Tenminste, ik ben pas 18. De 40 komt er nog aan. Er zijn mensen die al jaren getrouwd zijn en er dan pas achterkomen dat zij homo, bi of lesbisch zijn. Zo, dan zou je kut verliezen. Hoe ga je dan je man of vrouw zeggen? Wanneer deze mensen terugkijken op hun leven, hebben ze wel vaak het gevoel gehad dat anderen te zijn dan anderen. Oh, anders zijn dan anderen. Heb ik meestal. De meeste jongeren ontdekken hun seksuele voorkeur tijdens hun puberteit, de tijd waarin je ontwikkelt van kind tot uw volwassene. Dat heb ik dus gehad. Oké. Okay. Gaan we door naar de volgende. Hoeveel zijn er nog? Oké, okay, nog een hoop. Kun je van homo of biseksualiteit genezen? Nou, ik zou zeggen, als bi zijn ben je zo geboren, als homo zijn ben je zo geboren, niks te veranderen. Mensen moeten je gewoon accepteren hoe je bent. Homo of biseksualiteit is geen ziekte, zoals ik al zei. Dus er kan er ook niet van genezen. Zie het als een soort eigenschap. Het is een beetje te vergelijken met linkshandigheid. Ik ben rechts. Je bent dan anders dan de meeste anderen, maar je bent niet ziek.
Er valt dus niks te genezen, dit is gewoon wie je bent. Zoals ik al zei. Heb je als homo meer kans op AIDS? Als je aan anale seks doet, heb je meer kans op hepatitis B en overdracht van HIV. HIV is het virus dat AIDS veroorzaakt, dat wist ik al. Want als je AIDS hebt, dan zeggen de dokters van je hebt de HIV-stadion al bereikt. Verpast bedoel ik, sorry. Het geldt voor homo's en voor hetero's die dat doen. Belangrijk is dat je het altijd veilig doet. Lees er hier, hier en hier meer over. Oké, nou. Er zijn linkjes, maar die linkjes ga ik niet openen. Dat doe ik wel in de volgende aflevering, dat niet. Daar niet van. Is er in een homo- of lesbische relatie altijd een mannetje en een vrouwtje? Nee, dat is onzin. Er zijn allerlei soorten relaties. Iedereen doet het weer anders. Meestal verdeel je bijvoorbeeld de taken in het huishouden aan de hand van wie wat leuk vindt of goed kan. Daarom. Oh, ja. Hoe hebben homomannen seks met elkaar? Homomannen. Homomannen, oké, nou. Ja, nee. Hoe hebben homo's seks met elkaar? Nee. Zo kan ik beter zeggen. Er is er zelfs een videootje van. Die gaan we even bekijken. Oh. Kan het op deze? Jammer. Jammer. Op deze telefoon kan het niet. Jammer joh. Tja, oh. Laat nou staan, joh! Verkrekte ding! Nou, die moeten we dus overslaan, jammer genoeg. Zijn homo's vrouwelijk? Zijn lesbisch mannelijk? Sommige homo's zijn in de ogen van anderen vrouwelijk. En sommige lesbiennes zijn in de ogen van anderen mannelijk. Maar zeker niet allemaal. Aan veel homo's en lesbo's kun je niet eens zien dat ze homo of lesbisch zijn. Bovendien zijn sommige hetero jongens ook wat vrolijke of hetero meisjes wat mannelijker. Dat kan verschillen per persoon. Ideeën over wat mannelijk of vrouwelijk gedrag is erg afhankelijk van het cultuur waarin je leeft. Het staat niet vast bijvoorbeeld. Ja, zo. Dat was het weer voor dit. Er zijn nog drie dingen over, dus... Komt homoseksualiteit alleen voor in het Westen? Homoseksualiteit komt overal ter wereld voor. In landen als Turkije, Marokko, Iran, Pakistan, Jemen of Zimbabwe is homoseksualiteit verboden. Daardoor denkt men vaak dat het daar niet voorkomt, maar dat is niet waar. Er wordt gewoon meestal niet over gepraat waarom zouden ze in die landen homoseksualiteit moeten verbieden als het er niet voorkomt. Bekijk de tv-uitzending van Metropolis over homoseksualiteit in andere landen. Nee. Doen we de andere opleveringen wel. Er zijn er nog twee dingen over. Dat was het toch? Ja, oké. Is homoseksualiteit iets van deze tijd? Mensen met homo, lesbisch en bi-gevoelens hebben altijd bestaan. Het is van iedere tijd en van iedere cultuur. Maar om eerlijk te zijn, deze tijd meer coming-out video's gekomen dan in 2015, 2014. Noem al dat jaren maar op. Maar in dit jaar, dus 2017-18... zijn er wel veel coming-out video's geplaatst. De mijne was in 2016, maar 2017 en 2018 meer. Heb ik al gezegd. In de tijd van de oude Grieken was seks tussen mannen heel gebruikelijk. Niemand vond dat gek. De Griekse dichteres Sappho van het eiland Lesbos schreef liefdesgedichten voor vrouwen. De term lesbisch.
Verwijs dan ook naar het eiland Lesbos. Oké. Om eerlijk te zijn, ik wist niet dat het een eiland was. Oké, nu de laatste. Komt homoseksualiteit alleen voor bij mensen? Nee, homoseksualiteit komt ook onder dieren voor. Bij 470 dierensoorten is al homoseksueel gedrag vastgesteld. Maar er zijn waarschijnlijk nog veel meer diersoorten waarvan een deel homoseksueel gedrag vertoont. Zoals bijvoorbeeld 8% van de schapen homoseksueel en bij de giraffen vindt zelfs 94% van de seksuele handelingen plaats tussen mannetjes onderling. In dierentuinen is ook 1 op de 5 paren van de koningspinguïn van hetzelfde geslacht. Dat was het videootje dus jongens. Vond u deze videootje leuk over homoseksualiteit, over bi, over lesbies, dus over LGBT talk? Nou jongens, dan vond ik deze video het leukste van allemaal, want hier waren heel veel vragen. En het staat allemaal op iedereenisanders.nl. Ben jij anders? Dan moet je sowieso mij contacteren. En ben je homo, ben je bi of ben je ho... Of ben je transgender? Zet het hieronder even in de reacties. En dan, helpen wij jou met vragen. Want ik heb een WhatsApp groepje ook met de thema LGBT. En daar helpen we elkaar met dingen. Anders ben een andere, gehandicapt, een down, LGBT'ers, dus lesbisch, gay, bi, biseksueel en homoseksueel en hetero valt er net buiten, want ja, sorry, het is LGBT, maar alle respect naar hetero's, sowieso alle respect naar hetero's. Dus jongens, ik check jullie later terug en dan ga ik nu even een boterham eten. Houdoe!